verhaal vertellen over het ontstaan van ons land. En dan klinken er plotseling schoten. Zonder mijn vader wordt het niks. Misschien wel over het ontstaan van onze manier van samenleven. Nou, ik heb dat toch niet nodig? Loop er nou even mee. Zo? Johan breidt ondertussen zijn invloed uit. Is minister van Buitenlandse Zaken, Handel en minister-president in één persoon. Hij vergeet dat Maurits volwassen wordt. Tweede linie. Laden. Vuur. Er moet ruimte zijn voor andere opvattingen. Mijn vader wilde eenheid. Dit loopt uit de hand. Dit wordt een burgeroorlog. Feit is dat Johan van Oldenbarneveld wordt gearresteerd. Het is een staatsgreep. Het is verraad. Daarom veroordeel ik u tot de doodstraf. Ik heb altijd eerlijk en vroom gehandeld. En zo wordt Johan geëxecuteerd. Maurits is er niet bij. Misschien kijkt hij uit het raam. Feit is dat Johan een briljant staatsman was. En dat tot op de dag van vandaag de invloed van het gouden duo, Johan en Maurits, voelbaar en zichtbaar is.